En ter plaatse, we gaan... oh, wacht even, hier moet ik wel doorkomen. Wat ik zo begreep is in het gebouw voor mij dus een vliegtuig ingevlogen. Het zou mogelijk terroristische activiteiten zijn. Oké, hier is het vliegtuig duidelijk naar binnen gekomen. Er is een vreselijk ongeval gebeurd. Er ligt alleen nog een hoofd en 2 handen op de snelweg. Reanimatie heeft geen zin. Nou, is een pannetje op het vuur geweest zoals je ziet. Nou mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPDFR Almere en vandaag met dit stormachtige weer moet ik zeggen, gaan wij onze 24 uur dienst beginnen bij de brandweer op deze TS. Een andere dan ik normaal heb, maar ja, ik vind die andere gewoon veel mooier. Maar goed, jullie willen ook weer eens deze zien. Is een nieuw model wat in Utrecht zal worden gebruikt, bla bla bla. Lekkere zin ook. In ieder geval ja, die dingen, dat is echt typisch Duits achterop. Dat is, maar ik geloof dat het ook in Nederland zou worden gedaan. Wij gaan in ieder geval even... ons voertuigcontrole doen. Het is nu iets van 7 uur 's ochtends, dus mooie tijd tot de dienst kan worden begonnen. Oranje doet het. L is geloof ik niks, ja, de grillflitsers. Sorry collega. Oh, sorry. Nou, even snel. Goed, wat hebben we hier? Geen idee, kettingzaag, geen idee. Dingen, pomp, geen idee, dat ding, slangen, klaar, alles, oh wacht, daar is ja dat, hey, hoge druk, veel te vies weer om, ik rij maar weer over hem heen, want ze hebben er gewoon geen zin in om fatsoenlijk in te stappen. Zo, wij gaan wachten op de eerste melding en dat kan nu zijn, dat kan niet zijn, je weet het niet bij een 24 uur dienst. Ja, dat. Maar, nee, toch niet. Ik hoorde heel even een alarm en er stond ook dat er geen melding was, maar nou, helaas. Was het testalarm, die doet het toch jongens, die doet het. Ja, nog steeds de Amerikaanse uniformen, want ik heb het nu al 3 keer gezegd, of brandverpakken moet ik zeggen. Ik heb nu al 3 keer gezegd, voor de mensen die het nog niet weten, ik kan geen Nederlandse erin zetten, omdat ze dan uitziet alsof je, ja, dan klopt het niet. De haren zijn ook een skin, zeg maar, die zitten dan op je buik en op je arm zit één groot oog. En ja, dat klopt allemaal niet en dat heb ik ook aangegeven en de maker van de mod zei van ja luister, ik gebruik andere bestanden dan de skins die worden gemaakt door de makers van de uniformen. Dus ja, het is nu niemand gelukt geloof ik. Of ja, één iemand was wel gelukt, maar dan kon die alleen, ja nee. Ik dacht van ja, daar ga ik niet aan beginnen wat hij bedoelt. Maar in ieder geval buiten de helmen lijkt het op zich toch best wel op de Nederlandse pakken. Attention, this is dispatch. Attention all units. We have a code 99, terrorist activity, an airplane crash, a structure on fire, medical aid request. Goed, ik krijg wel een heel aparte melding. Ambulance, fire truck on scene. Daar kunnen we wel eens... Code 99 2, a building on fire over downtown. Dispatch air unit from central station. Dispatch all available units from downtown area. Goed, we gaan Rio 1 naar een zwaar ongeval. Oh, oké. We hoeven er niet heen te rijden. Nou, we zijn er al bijna. Met een vliegtuig. Een vliegtuig zou zijn verongelukt in een gebouw. Meerdere eenheden ter plaatse. Opgeschaald grip 4. En ter plaatse, we gaan... oh, wacht even, hier moet ik wel doorkomen. Wat ik zo begreep is in het gebouw voor mij dus een vliegtuig ingevlogen. Het zou mogelijk terroristische activiteiten zijn. Goed, TS ter plaatse. Kijk eens wat een ambulance en brandweerauto is. Oké, wat ik begrijp springen dan mensen uit het gebouw. Ja, deze mod, of deze melding, is dus puur ter nagedachte van de ramp in New York. Het is niet bedoeld als een grap of iets. Maar dit is echt puur memorial of zoiets. Dus we gaan nu naar binnen. Maar in ieder geval, het zou wel een flinke grote melding zijn. Grip 4. Heel veel hulpdiensten buiten. Wij gaan, wat niet mag, maar we gaan toch met de lift naar boven. Eigenlijk moeten we de trap pakken. Goed, collega's. Wacht. Oh, oh. Nou, ik ga vast naar boven. Ik zie jullie zo wel. Met die slang ook echt zo. Goed. We zijn boven. Hoi. Hey. Jullie hebben de trap gepakt. Goed. Ik zie niet veel. Maar ik weet dat we hier door moeten. Oh. Ik hoop dat we genoeg water bij hebben. En dat het uit wilt. Hey. Amigos, jullie gaan mij helpen. Jullie gaan... sorry. Doe even om. Ja, jullie gaan maar gewoon met de bron blussen. Hier wat blussen. Goed, we gaan sowieso zoeken naar overlevenden. Maar ik zie niet heel veel in het gebouw. Dat brandje daar is uit te zien. Kom jongens, we gaan door. We hebben nog genoeg hier te overbruggen. Hier wordt het warm. Geen brand te zien. Kom, we gaan de trap op jongens, kom op. Hier kunnen we niet doorheen, dan gaan we nog eentje omhoog. Volgen jullie mij wel? Ik wil niet alleen hier achterblijven jongens, het is teamwork hier, we gaan niet... Nee, de deur is ook dicht. We gaan naar de 52e etage, 51 nog steeds opeens. Dit is 52. Oké, hier wordt weer warm. Deze deur kan open. Ik heb geen water meer. Ik heb geen water. Hallo? Oké. Clear. Goed. Uit. Oké. Hier is het vliegtuig duidelijk naar binnen gekomen. Of in ieder geval... Ja, nee, het was een vliegtuig. Jongens, eigen veiligheid voorop. Mochten we denken dat het in kan storten, dan gaan we onmiddellijk naar beneden. Nou, dat zie ik nu niet... Oké, hier gaan we echt gewoon... Ja, helaas. Dit is daadwerkelijk gebeurd voor de mensen die ja, het een beetje weten. Die weten wat die mevrouw net deed. Die mevrouw die zat hier boven ons vast. Dat betekent dat zij geen enkele mogelijkheid meer had om van de bovenste etage via de trappen of via de liften naar onder te komen. En de mensen zijn helaas van de enorme hoge etages omlaag gesprongen. Omdat ze gewoon geen andere uitweg meer zagen en hoopten dat iemand ze opving. Maar ik, ja, we weten allemaal dat dat niet is gebeurd. Nogmaals, de maker heeft het niet bedoeld als een grap. Dat mensen springen respectloos, maar echt puur gewoon respectvol naar de, ja, naar de brandweermannen die bij deze... hierbij zijn omgekomen. Ik geloof iets van 2000 mensen zijn hierbij omgekomen. We gaan nu weer via hier de trap omlaag. Daar was een enorme explosie. Ik weet niet hoe lang we dit nog vol gaan houden in dit gebouw, maar ik vrees een beetje dat het wel kan instorten. En wat toen natuurlijk ook is gebeurd, het gebouw is ingestort. Ik loop een beetje voorop, mijn collega's die... Die lopen gewoon achter mij aan. Ja, hier stonden allemaal computers en zo. Ik heb nog niet echt duidelijkheid over waar het vliegtuig nou precies naar binnen is gekomen. Ja, hier neem ik aan. Het is echt een parcours hier, maar goed. Hier is het allemaal grotendeels afgebrand. Ik ga er even snel doorheen, want hier is allemaal niks. Goed. We zijn weer beneden. We gaan kijk linksboven even lezen. Dankjewel voor de Los Santos Rescue Division 911 Memorial te spelen. Alsjeblieft, heb respect voor hulpdiensten, brandweermannen en alles. Wij zijn in ieder geval veilig beneden gekomen. Wij gaan ons masker afdoen. We gaan terug naar de TS hier liggen. Ja, helaas wat mensen die waarschijnlijk gesprongen zijn. We krijgen niet een goed beeld van boven, maar misschien. Ik heb via de, hoe heet dat? Even snel, Rockstar Editor opgenomen. En ik heb daarbij, kan ik misschien nog even naar boven. Maar goed. Wij ruimen alles op. Alles af en wij gaan weer terug in de TS. En voor ons zit deze melding erop. En wij gaan retour naar de kazerne, zitten wij. Ja, we zitten. Even tegen het verkeer in hier. Oh, sorry. Ik heb gehoord geen idee hoe laat het is. Of avond of nog steeds ochtend. Ik denk avond. Of nacht. Nou, dan zijn we daar dus de hele dienst mee bezig geweest bijna. Ik kan mijn telefoon niet pakken, dus ik heb echt geen idee. En hoe komen we daarachter? Ja, het is alweer 1:50 s'nachts. Dus we gaan naar de kazerne. Misschien nog één nachtuitdruk, maar ik denk dat we... Nou ja, het zal wel een nachtuitdruk zijn. Dat was wel echt, toen ik 24 uur mee was bij de brandweer in Almere, was toch wel het vetste wat ik heb meegemaakt, zo'n nachtuitdruk. Het is gewoon, ja, ik zei al tegen ze van ja, ik ga hier niet wakker van worden, denk van het alarm. Ik had het alarm natuurlijk al 3 keer op de avond gehoord, of over de hele dag. En ik dacht van ja, zo hard is dat nou ook weer niet. Dus ik zeg van ja, ik weet niet of ik hier wakker van word. En toen zeiden ze al, nou, als jij niet wakker wordt van dat alarm s'nachts, dan krijg je van ons een prijs. Nou, ik was nog nooit zo snel wakker. Ik ben echt, echt snel wakker. Maar goed. Wij zijn bijna weer op de kazerne, waar wij even gaan chillen, om maar even zo te zeggen. En na deze dienst... Na deze dienst gaan wij een... evaluatie krijgen van deze melding. Hoe en wat het is gegaan met alle hulpdiensten bij elkaar. Vaak wordt dat gedaan op één grote brandweerkazerne. Maar we krijgen nu een melding van... een appartementbrand of een binnenbrand van een gebouw, een huis. En die meldt... Oh, de schat. Sorry. Die meldingen gaan ook gewoon door. Even schenen erop gooien, ook al is het s'nachts. Maar ik heb schijt. Hier zou een brandje zijn. Plaatsen, samen met ons. De gebouwbrand wil nog wel eens schoon zijn. OVD en hoe heet het? OVD plus TS meer niet. Autoladder is niet nodig. Hier tweede TS is ook nog niet nodig. Wij gaan binnen verkennen. Veilig warmtebeeldcamera geeft nu niks aan. Hier is ook niks. Deze ruimte nog in. AC, de binnenverkenning laat niks zien, ook geen warmte via de warmtebeeldcamera te zien. Wij gaan waarschijnlijk retourkazerne, we zullen nog even bespreken met de OVD. Over. Kun je door? Nee. Ik kan er wel proberen, maar hier kun je ook niet door. Even buiten om, misschien is het alleen buiten brand of zo. Daarboven. Nee, ja. Nee, niks. Hey vriend, we gaan weer. Beste. Wij gaan weer retour kazerne. Nee. Attention all units. Citizens report a cardiac arrest on Los Santos Freeway. Respond code 3. Acknowledge. On our way. 10-4, copy that. Weer een pre-waymelding, een reanimatie op de snelweg. Politie gelukkig al ter plaatse. Is het niet midden erop, maar meestal wel. Maar gelukkig hebben we verschillende opties. Snelweg dichtgooien, vent off position en dat soort dingen allemaal. En de politie is er ter plaatse, dus vaak is dat toch wel een goede wegafzetting allemaal bij elkaar. Wat doe jij nou? Ja, AC, we hebben een ongevalletje gehad, maar nou, ja, laat maar. Ik kan er niet eens iets van maken, gewoon niks gebeurd. En zo kan ik de pop niet maken natuurlijk, hè. AC ter plaatse. Het was ons roepnummer. Jij, ademlucht afdoen. Iedereen trouwens ademlucht afdoen. Is niemand nodig nu. Ah, hij doet hem waarschijnlijk weer om dan. Ja, hey, jij. Ga maar even helpen. Even reanimatie starten jongens, kom op. Ligt alleen nog een hoofd of wat? Is de persoon nog aan het hoofd? Ja, een hoofd kun je niet reanimeren vriend. Dat ligt echt alleen nog een hoofd en een hand. Nou goed. AC, wat zijn we ook alweer? Geen idee. 4931, er is ja, een vreselijk ongeval gebeurd. Er ligt alleen nog een hoofd en twee handen op de snelweg. Reanimatie heeft geen zin. Ja, laat de ambulance toch maar doorkomen, maar ik vrees het. Ja. Kijk, de ambulance moet een daadwerkelijke doodsoorzaak vaststellen. Wij mogen dat niet doen, maar je kunt wel stellen als een hoofd en twee handen op de snelweg liggen zonder lichaam. dat het dat je dat niet kunt overleven. Als verpleegkundige leer je, gewoon verpleegkundige leer je, je mag zelf niet vaststellen tot iemand dood is. Dus als jij iemand daar ziet liggen en je weet gewoon dat hij dood is, mag je dat niet zeggen. Je mag alleen de arts bellen van luister, ik heb een zwaar vermoeden dat deze persoon dood is. Maar dat mag je niet zeggen. Je mag alleen zeggen dat de persoon dood is als het hoofd gescheiden is van de romp. Dat mag. Voor de rest mag het niet. En dat is in dit geval het geval. Dus wij gaan hier in ieder geval weg. Roger that. En wij gaan hier weer de versnelling vrijgeven. De politie mag het hier een beetje oplossen, daar zijn wij nu niet voor. Ik moet even de route terugkrijgen naar de brandweerkazerne. Nou, dan gaan we nu terug naar de brandweerkazerne. Het is 7:02. Dat betekent dat de nieuwe dienst staat te wachten tot ze mijn TS kunnen overnemen. En ik hoop dat we die kans ook krijgen. Maar ja, brandweer blijft inzetbaar. Al is het 2 seconden voor einde dienst. Krijg je een melding, dan heb je een melding. Zo is het. En dat zei ik, we krijgen weer een melding binnen brand. Het is dus overwerken. De politie is al ter plaatse. Wij gaan kijken of we moeten opschalen of dat we het zelf kunnen afhandelen. Zou er ergens moeten zijn. Oeps. Oeps. Ik zoek de politie even. Toch ja, de politie was te plaatsen. Hier wacht, dit gebouw daar kun je naar binnen, dat weet ik wel. Dus dan zal het deze ook wel zijn. Oké, jongens, omleggen. Of op, hoe heet dat weer? Omhangen, wat zeg je nou omleggen? Nou, eens kijken, we zien nog... niks om ons zorgen te maken. Even in de versnelde pas naar binnen. Hallo, brandweer. Wel het gevoel dat er een beetje rook hier hangt. Je kunt verder nergens naar binnen dan alleen deze ruimte hier. You gotta be kidding me. Pannetje op het vuur geweest zoals je ziet. Oh, lekker. Oh, bloed. Je ziet hier helemaal leeg, een beetje zwart al. Dus we zetten het uit en we gaan retour kazerne. Of nou, we gaan niet meer naar de kazerne. Ik sluit bij deze de video af. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je een leuke video? Laat het even weten in de reacties. Vond je geen leuke video? Laat even weten in de reacties waarom je het geen leuke video vond. Dan kan ik er iets mee doen of niet. Ik zou zeggen tot de volgende.